de dagelijkse draf door de dualiteit. Het zijn een aantal willekeurige gedachten, thema's, emoties die zo gedurende de dag er langskomen in mijn leven. En, dus een sterke voorkeur. Soms geloof ik Dennis, soms ben ik fan van Koos, soms ben ik dol op Peter. Nou, van Jaap hoef ik niks te hebben en Tini geloof ik helemaal niet meer. Maar het kan ook omdraaien, dat Tini opeens geweldig wordt. Mijn opvoeding. Nou, volgens mij heeft iedereen wel ideeën over zijn opvoeding. Sommige mensen hebben een opvoeding gehad met een grote stroom aan religie. Sommigen hebben een vrije opvoeding. En ik zie dat er klaveert tussen al die modus. En ik kan er ideeën over hebben. En dat ik ze liever niet in mijn leven had gehad. Maar ik heb natuurlijk geen idee hoe mijn leven eruit was gezien zonder die religie. Of hoe had mijn leven eruit gezien met een vrije opvoeding of zonder een vrije opvoeding. Soms volg ik het narratief en soms geloof ik in het verhaal. Soms keur ik het een af, soms het ander. Er is altijd een deel van het denken wat ik geloof en er is altijd een deel van het denken wat ik niet geloof. Deze is ook mooi, intuïtie. Ja, ik voel dat ik dit ding moet. Want dat zegt mijn intuïtie. Maar kan ik zeker weten dat dat vanuit intuïtie komt? Of een soort verkapte ego? Ik voel me heel vaak betrokken. En ik voel me heel vaak afgescheiden. Maar de vraag is, geloof ik het nog? De vraag is, geloof ik het nog? Kan ik al deze staten van zijn? Met mijn voorkeur en mijn afkeur. Kan ik die tot me nemen? In een schouwende modus. Daar gaat het om. Ja, daar gaat het om. Ook alle systemen waar ik in zit. Het systeem in het dorp. Het systeem met collega's. De protocollen op mijn werk. De protocollen voor de belastingdienst. Het is altijd een sterke voorkeur of een sterke afkeur. En dan denk ik ook nog dat het mij beperkt of mij beïnvloedt. Kan ik dat zeker weten? Kan ik het vriendelijk tot me nemen? Vriendelijk tot me nemen. Schouwend kijken en doen wat nodig is. De dagelijkse draf in de dualiteit.